ben Tim Krabbe. Wij hebben samen met mijn vader en moeder en vriendin een subvakbedrijf met 600 surfen in Mariënvelde. Naast onszelf hebben we nou 3 enthousiaste medewerkers aan het werk die ieder hun eigen taak hebben. We hebben 2 locaties om de opvakzorgen en de zorgen gescheiden te houden voor een betere gezondheidsstatus. Wij vakken Topics 20 en Topics 50 surfen. De verhouding daarin is 1/3 Topics 20 en 2/3 Topics 50. Op het gehele bedrijf voeren wij met breivoer en een groot gedeelte eigen CCM. Bij ons op het bedrijf staat gezondheid hoog in het vaandel. Dit realiseren wij door een goede biosecurity en hygiënisch te werken. Wij fokken Topics 50 gelden omdat er een sterke zorg is met een goed grootbrengend vermogen. En de biggen en vaanden hebben goede slachteigenschappen. Daarnaast zijn de zorgen makkelijk in omgang en is het een economisch zeer aantrekkelijke zorg. Onze afnemers zijn goed te spreken over de Topics 50. Ze hebben goed beenwerk, goede uiers, vriendelijke zorg met veel arbeidsgemak. Ik denk dat de Topics 50 steeds populairder wordt, omdat de arbeid steeds duurder is en dat deze zorg economisch sterk naar voren komt. Ik denk dat de varkenshouderij in de toekomst steeds meer gaat om efficiënt werken met een lage kostprijs en produceren wat de consument vraagt. Ik vind dat vermeerderaars goede biggen moeten produceren met gebruiksvriendelijke, rustige zorgen. Deze zorgen moeten goede vleesbiggen produceren met een hoge gezondheid. Wilt u meer weten over de Topics 50 zorg of een kijkje nemen bij ons in de stal? Neem dan contact met ons op.